Max Huibbets, mooi moment. John van der Brom heeft nu definitief zijn krabbel gezet en zijn contract met 1 jaar verlengd. Wat betekent dat voor de club? Ja, dat we het, zeg maar, het beleid en de manier waarop wij met elkaar samenwerken nog een jaar continueren. En ja, het zou je niet verbazen dat we natuurlijk heel tevreden zijn over hoe het nu gaat. Dus dat is mooi nieuws voor de club. Ja. Het gaat inderdaad ook goed. Ben je er dan ook heel snel uit als het gaat om een contractverlenging? Ja, op zich hebben we heel duidelijk de lijn aangegeven die we normaal aanhouden. En dat heeft natuurlijk over en weer altijd wel wat. Dan kom je in een onderhandelingspositie en ja, dat is niet zo raar. Dat is bij ieder contract, dat is bij spelers, dat is bij trainers. Maar laat ik zo zeggen, wij waren er best wel vrij snel uit. We wisten ook dat John heel graag nog wilde blijven. Ook daarin nog rek ziet voor de toekomst. Ja, en datzelfde idee hadden wij. Ja. Hij gaat straks alweer zijn 5e seizoen in bij AZ. Waarom denk jij dat eigenlijk AZ en John van der Brom zo goed bij elkaar passen? Ja, nou, ik denk gewoon dat John iemand is die heeft laten zien het afgelopen jaar dat hij heel goed volgens de lijn van AZ kan en wil werken. Dat hij de ruimte geeft aan jeugdspelers, daar niet bang voor is om jeugdspelers de kans te geven. We zien dat spelers zich ontwikkelen, beter worden. We behalen onze doelstellingen bijna ieder jaar. Dus, ja, nogmaals, zijn allemaal redenen om te zeggen dat wij heel tevreden zijn en dat we nog steeds zien dat het goed bij elkaar past.